Dit is deel 2 over de bloeddruk en het gaat nu over de regulatieprocessen van de bloeddruk. Nou, wat we zullen doornemen zijn de snelle processen, die gaan altijd via de zenuwen, oftewel de baroreceptorreflex, en de langzame systemen, en die gaan langs de hormonale weg. en Daarbij komt het renine-angiotensine-aldosteronsysteem aan de orde en de rol van het antidiuretisch hormoon, oftewel het ADH. Nou, allereerst even dan over de baroreceptorreflex. De baroreceptor, het woord zegt het al, is een receptor voor druk. Nou, die baroreceptoren die zijn gelegen in de wand van de arteria carotis, om precies te zijn de sinus caroticus, maar ook in de aortaboog. en die meten bij voortduring de bloeddruk naar het hoofd toe. Op het moment dat die bloeddruk een waarde heeft, wordt er dan ook een aantal signalen afgegeven naar de hersenstam, naar het vasomotorencentrum. Is er een verandering in de bloeddruk, dan zal ook de frequentie van het aantal signalen gaan veranderen en dat zie je ook terug in deze registratie. Uiteraard is er in het vasomotorencentrum een vaste ingestelde waarde voor de optimale bloeddruk naar de hersenen toe. Je ziet in deze grafiek dat het niet alleen kortdurend is eh, voor de bloeddruk in het algemeen, maar ook fluctuaties in bloeddruk die optreden gedurende de polsgolf, hè, tussen de systole en de diastole zoals je hier ziet, die worden door de baroreceptorreflex doorgegeven aan de hersenstam. Hoe gaat dit in zijn werk? Stel nu de bloeddruk stijgt en die stijgt boven de ingestelde waarde. Wat gaat er gebeuren? De baroreceptoren zullen dit registreren en zullen dan een signaal naar de hersenstam geven, waarbij dan het hart geremd wordt en het vasomotorencentrum ja, ook een beetje een remming krijgt, waardoor enerzijds de hartslag afneemt en dus ook de cardiac output afneemt, waardoor de bloeddruk daalt uiteraard. Maar aan de andere kant zul je zien dat het vasomotorencentrum een reactie afgeeft met als gevolg een vaatverwijding, oftewel een vasodilatatie, waardoor er ook een bloeddrukdaling ontstaat. Beiden hebben als effect, namelijk de daling van de cardiac output en de daling van de perifere weerstand, dat de bloeddruk zal zakken naar de ingestelde waarde. Uiteraard zul je begrijpen dat op het moment dat het omgekeerde gebeurt. Namelijk dat de bloeddruk naar beneden gaat, dat er eenzelfde soort reactie is, maar dan met tegengesteld effect, waarbij dan de hartslag toe zal nemen, waardoor de cardiac output toeneemt en de bloeddruk stijgt, en de bloedvaten zullen samentrekken, oftewel een vasoconstrictie optreedt, waardoor de perifere weerstand toeneemt en de bloeddruk weer toeneemt. Zover over de neurale regulatie. Dit gaat razendsnel, over het algemeen, binnen een ja, fractie van seconde tot een paar seconden aan toe. De hormonale regulatie is een stuk langzamer. En omdat een bloeddrukdaling nu een keer veel gevaarlijker is dan een bloeddrukstijging, zijn de meeste processen die we kennen gericht op het tegengaan van een acute daling van de bloeddruk. We hebben dan de beschikking over het renine-angiotensine-aldosteronsysteem en het hormoon ADH, oftewel het antidiuretisch hormoon. Nou, laten we eerst eens naar het RAA-systeem gaan kijken, oftewel het renine-angiotensine-aldosteronsysteem. Je ziet hier een plaatje van een, eh, of sorry, van een nefron in de nier en een glomerulus in de nier. Nou, we zien dat er vlak bij de glomerulus een, een zone is en dan spreek je van het zogenaamde juxtaglomerulaire apparaat. Juxta betekent nabijgelegen en het ligt dus eigenlijk in de buurt van de glomerulus en hier wordt de bloeddruk in de gaten gehouden van de nier. Bij een bloeddrukdaling naar de nier zal het hormoon renine worden afgegeven. In het plasma zit een inactieve stof en dat noem je het angiotensinogeen. Indien renine wordt afgegeven bij een bloeddrukdaling, zal renine tot gevolg hebben dat het angiotensinogeen in een kleiner stuk wordt geknipt, in plaats van 452 aminozuren, een stuk van 10 aminozuren en je noemt dit dan angiotensine 1. Nou, waar een 1 is, moet een 2 zijn. En dat is dan ook de volgende stap. Je ziet dat het angiotensine 1 wordt omgezet naar angiotensine 2 door het ACE, oftewel het angiotensine converting enzyme. Angiotensine 2 remt de renineafgifte, maar geeft ook een enorme vasoconstrictie, oftewel een tegen gas op een bloeddrukdaling met als gevolg dat er weer een stijging van de bloeddruk optreedt. Nou, we gaan eens even kijken wat er dan nog meer gaat gebeuren. Nou, het gaat zo direct gaat over renine en het angiotensine systeem, maar ook de bijnier wordt geactiveerd door renine en de bijnier zal dan aldosteron afgeven. En aldosteron is een hormoon dat een werking heeft op de nier en zorgt ervoor dat er. Natriumionen worden vastgehouden. met daarbij watermoleculen. En dat natrium wordt dan uitgewisseld ten opzichte van kalium. Nou, en dan is natuurlijk de vraag: is van als je nou. Natrium vasthoudt en kalium uitscheidt, waarom leidt dat tot volumebehoud? En dat heeft te maken met het plaatje wat je hier ziet. Ik kon helaas geen plaatje vinden van een kaliumion met hetzelfde. Maar wat je hier ziet is een natriumion. En daaromheen bevindt zich een watermantel, oftewel H2O-moleculen. Nou is het zo dat rond een natriumion er altijd een grotere watermantel aanwezig is dan rond een kaliumion. Dus als je natriumionen spaart en kaliumionen uitscheidt, is er feitelijk een netto ook waterwinst. Nou, nog even als laatste dan het ADH-systeem, antidiuretisch hormoon. Nou, antidiuretisch hormoon is een hormoon tegen het plassen. Dus meer ADH betekent minder plassen. Nou, zullen dus we eens kijken wat er gebeurt, stel nu en we zien hier dat rekreceptoren in het atium van het hart worden geactiveerd, dan zal dat een remming hebben op de ADH-afgifte. Nou, dat is op zich natuurlijk ook wel weer logisch, want als het atium wordt uitgerekt, dan kan het alleen maar gebeuren doordat er meer bloed aanwezig is. En meer bloed betekent dat er meer vocht is, normaal gesproken, dus. Minder ADH, ga je dus meer plassen. Een andere manier waarop het ADH wordt ingeschakeld is door middel van het osmosensoren systeem in de hypothalamus. Als de osmolariteit van het bloed toeneemt, dan zul je zien dat het niet zo nuttig is natuurlijk om dan te gaan plassen en zal er ook meer ADH worden afgegeven, waardoor je minder gaat plassen. Nou, hier zie je nog een keer een mogelijkheid van wat gebeurt er op het moment dat je uitgedroogd raakt? Ik geef altijd het voorbeeld van, nou, je doet een wandeling in de woestijn en je komt eventjes geen uh, tappunt tegen. Wat gebeurt er dan? Nou, dan zie je dat de vloeistof in je lichaam minder wordt, dus ook in het bloed. Het hart wordt minder uitgerekt, waardoor er een toename is van de hoeveelheid ADH, waardoor je minder gaat plassen. ...en zorgt er dus eigenlijk voor dat je water vasthoudt. Nou, een andere weg waar er wordt gestimuleerd om dit tegen te gaan... ...is dat in de hypothalamus ook het dorstcentrum gelegen is... ...en bij een stijging van de osmolariteit ontstaat het dorstfenomeen. Nou, uiteraard ga je dan meer drinken en zal de hoeveelheid vocht zich gaan herstellen. Andere mogelijkheid is dat je... Ja, toch wat al te veel aan vocht inneemt. Daartoe zal het gevolg zijn dat de hoeveelheid vocht in je lichaam gaat stijgen, waardoor de receptoren in het atrium dat merken alsof er meer bloed aanwezig is, waardoor je minder ADH gaat afgeven, waardoor je meer gaat plassen. Aan nou, de andere kant zul je dus ook zien dat de hoeveelheid dorst afneemt en dat je gedurende enige tijd niet zult gaan uh, ja, drinken. En op die manier zal dus de vloeistofhoeveelheid in je lichaam zich ook weer gaan herstellen.